Er zijn problemen in natuurkunde die moeilijk oplosbaar zijn met exacte formules, maar die zijn wel te berekenen door dom en lang steeds een simpele berekening te maken. Door gebruik te maken van een computer kunnen lastige vraagstukken toch nog worden opgelost. Dit wordt gedaan door van een vraagstuk een model te maken. Zo'n model knipt het moeilijke vraagstuk op in simpele stukjes die heel vaak worden doorlopen en dus ook iedere keer worden berekend. Het antwoord van één ronde wordt weer gebruikt als startpunt voor de volgende ronde. En zo zal op het eind een eindantwoord worden gegeven. Het model wat je nu ziet is gemaakt in de modelleeromgeving van het programma Coach. In deze paragraaf zal worden gebruik gemaakt van Excel, een programma waar je beslist mee moet kunnen werken. Het kan je namelijk een hoop plezier geven, niet alleen bij het modelleren, maar ook bij het maken van verslagen waar je moet werken met berekeningen waarbij je een hoop gegevens hebt en hier een grafiek van moet maken bijvoorbeeld. Maar nu modelleren, we gaan van start. We gaan van onderstaand vraagstuk een model maken en daarmee dit vraagstuk oplossen. Je wordt eigenlijk gevraagd hoe lang duurt het dat die bloempot 20 meter heeft afgelegd. De afgelegde afstand is het meest simpel op te lossen met snelheid keer tijd. Dat heb je gehad, maar dan moet natuurlijk wel de snelheid constant zijn, want anders mag je dit niet zomaar doen. En bij een versnelde beweging, wat een valbeweging is, geldt dat de snelheid niet constant is, maar steeds toeneemt. In dit geval neemt de snelheid iedere seconde toe met 9,81 meter per seconde kwadraat, de valversnelling. We gaan nu de tijd in hele kleine stukjes knippen, zo klein dat de snelheidstoename in dit stukje eigenlijk te verwaarlozen is. Zo'n kleine tijdsduur wordt aangegeven met dt. Dat heb je al een keer eerder gehad bij differentiëren. Maar nu eventjes dt, kleine tijdstoename. We gaan in dit model hier een waarde nemen voor 0,1 seconden. Maar dit is puur willekeurig. Je had ook best bijvoorbeeld een duizendste seconde kunnen nemen. Deze waarde van dt wordt in een model stapgrootte genoemd. Dus je hebt een model en de stapgrootte is de grootte van de tijd waarmee je het model gaat doorlopen. Even alles op een rijtje. De stapgrootte is dus dan 0,1 seconde. De startsnelheid is hier, hij begint vanuit stilstand, 0 meter per seconde. Voor startplaats nemen we even 0 meter. Je kon ook 20 meter nemen, maar ik neem nu eventjes aan daar waar hij los was gelaten, dat noem ik 0. De versnelling die niet verandert is hier 9,81 meter per seconde kwadraat. Dit zijn dus de startwaarden van mijn model. Nu nog even de rekenregels. Die hebben als kenmerk dat ze simpel zijn. De eerste rekenslag is het berekenen van een afgelegde weg in één stapgrootte, hier dus 0,1 seconden. Hoeveel is de verplaatsing hierbij? De verplaatsing is, omdat we de tijd ontzettend klein hebben genomen, natuurlijk ook ontzettend klein. Vandaar dat we die aangeven met dx en niet met delta x. De berekening is simpel, gewoon v mal t. In dit geval dus niet mal t, maar mal dt. En omdat de snelheid start met 0 meter per seconde, is het dus 0 keer 0,1 is 0 meter. Let op, hè. De snelheid begint met 0 meter per seconde. En we nemen aan dat in zo'n kleine periode de snelheid niet verandert bij de berekening van x. Het gaat om de totaalverplaatsing, dus dat is de tweede rekenslag. De totaalverplaatsing is de plaats waar het bloempot was en daarbij opgeteld de verplaatsing gedaan tijdens de laatste stapgrootte. Het blijft simpel, want de startplaats was 0 of is 0 en de bloempot heeft, hebben ze net gezien, niks afgelegd tijdens de eerste stapgrootte. Dus hij blijft gewoon op 0 meter staan. Op zich heel apart, maar dat is de berekening.
Bij de berekening van een verplaatsing hebben we aangenomen dat de snelheid constant is, dat die niet verandert. Maar die verandert natuurlijk beetje bij beetje wel. En dat is dan ook de volgende rekenslag. Hoeveel neemt de snelheid eigenlijk wel toe in die ene stapgrootte van 0,1 seconde? Ook hier is de toename weer heel klein, dus in plaats van delta v gebruiken we weer dv. Formule is simpel, omdat de snelheid is a keer t, dus is dv gelijk aan a maal dt. Invullen geeft aan dat de snelheid toeneemt met 0,981 meter per seconde. Als je denkt van, goh, dat is toch wel aardig wat, dan kun je dat eventueel veranderen dus door in plaats van 0,1 seconde, 0,01 seconde bijvoorbeeld te nemen. Maar we houden nu eerst eventjes 0,1 seconde vast. Ten slotte, de laatste rekenslag is, wat is de totaal bereikte snelheid? En dat is net als bij de verplaatsing, de snelheid die de bloempad eerst had, plus de snelheidstoename. Oftewel, dat is hier 0 plus die 0,981, oftewel op het eind heb je 0,981 meter per seconde. Dit is dus de situatie na de eerste stap. De eerste stap die startte bij 0 seconden. We gaan alle rekenslagen nog eens doorlopen, dus stap 2. En stap 2 start op 0,1 seconde. Groot verschil is nu dat de snelheid aan het begin niet meer 0 is. En dus is er wel een verplaatsing in dit geval. En dat betekent dus weer dat de bloempot nu wel een klein beetje vooruit is gegaan. De snelheidstoename die is iedere keer gelijk, want immers de versnelling is gelijk. En dus neemt de snelheid iedere keer met eenzelfde getal toe. En zo gaan we verder met stap 3. Ook hier dx berekenen, daarna x berekenen. De snelheidstoename is weer gelijk en de snelheid wordt weer een klein beetje opgehoogd. En dit gaat iedere keer verder. En als je dit 20 keer achter elkaar zou doen, dan kom je op een x-waarde van iets meer dan 20 meter. Dat betekent dus dat na 2 seconden de bloempot in ieder geval op de grond is gevallen. Ja, dit kan natuurlijk wel, maar dit is wel ontzettend saai werk. En daarvoor hebben we dus de computer. En nu wordt het tijd voor een geautomatiseerde aanpak met Excel. We gaan starten met Excel. In ieder model komt de tijd voor, dus daar beginnen we mee. De tijd zet je in de eerste kolom. Tijd, ja, in natuurkunde spreken we natuurlijk altijd met symbolen, dus in plaats van de teksttijd schrijven we daar neer de letter T en de eenheid komt erachter. Seconden tussen haakjes. Even kijken wat in de andere kolom moet komen. Kijk, dat is dx, x, dv en v. Die vier dingen, die zetten we weer in Excel in de andere vier kolom. Dus dx, plaatsveranderingenmeter, x, komt in de volgende. En natuurlijk is daar ook de eenheid weer meter van. In de volgende kolom de snelheidsverandering, dus dv in meters per seconde. En tenslotte de snelheid zelf, ook in meters per seconde. Wat ik zei, tijd is overal en we beginnen natuurlijk bij 0 seconden. Dus je vult vast 0 in het vak A2. Wat komt in de andere zaken te staan? Nou, daar zetten we neer alles wat we bij stap 1 hebben berekend. Dat zijn eigenlijk weer de startwaarden. Dus je start bij stap 1. Heb je berekend dat de plaatsverandering 0 is, de plaats is 0, de snelheidsverandering is 0,981 en de snelheid zelf is na stap 1 0,981. Dit is eventjes iets wat je dus iedere keer toch nog wel moet berekenen. 1 keer. Daarna de tijd. De tijd wordt 0,1 seconde groter, de stapgrootte. Maar die 0,1 seconde schrijven we even apart op, los van de rest, zodat het makkelijk is om het later weer te wijzigen. Dus dt is 0,1. Iets wat ook constant is,
is de versnelling. Dus die versnelling zetten we hier ook even neer, 9,81. En nu we er toch zijn, meter per seconde in het kwadraat. En dt was natuurlijk in secondes, dus die stappen we er ook even bij. En nu zet ik in A3, het vak A3, een formule die ervoor zorgt dat de tijd opgehoogd wordt met die 0,1 seconden. Een formule begint altijd met het is-teken. En daarna pak ik de vorige tijd, die staat in het vakje A2. Je ziet, ik kan gewoon op het vakje klikken en dan komt A2 hier automatisch te staan. En daarbij moet worden opgeteld de 0,1 seconden en dat kan ook gewoon aangeklikt worden. Dus je klikt het vakje van 0,1 aan en er staat automatisch plus H1. Dus hier staat dus inderdaad oude tijd plus stapgrootte is 0,1. We gaan nu dit kopiëren verder naar beneden toe. Dus ik ga het vakje A3 kopiëren naar A4. Dat gaat als volgt. Je klikt op het vakje A3. Je zet de cursor daar rechtsonder. Ja, let op, rechtsonder. Dan verandert de cursor in een kruisje. En dan met de linker muisknop ingedrukt houden, trek je hem naar beneden toe, naar 4 toe. Je laat los en het is gekopieerd. Maar let op, het is niet 0,2 als resultaat, maar 9,91. En dat is apart. Kijk even naar de formule. Daar staat A3, dat klopt. Dat was de vorige tijd. Dus dat is geen probleem. Maar er staat plus H2. En H2, dat is de versnelling. Je ziet dus, hij pakt keurig de eerstvolgende tijd. Maar hij probeert dan ook bij de stapgrootte het eerstvolgend vakje te doen. En dat is dus dan 9,81. En dat moet niet. Hij moet iedere keer die 0,1 houden. Dus dan mag je niet automatisch naar het volgend vakje toe gaan. Dit is natuurlijk op te lossen. Je moet een kleine verandering in de formule doen. Dus we gaan weer even naar de oorspronkelijke formule. Die A2, dat was goed. Daar moeten we niks aan komen. Maar de H1, die verander ik een klein beetje. In plaats van H zet ik neer een dollarteken H. Dus je zet er een dollarteken voor. En ook voor de 1 zet je een dollarteken. En dat dollarteken betekent van let op, het mag nooit veranderen. Altijd moet je H1 nemen. Kopieer het nu weer. Dan zie je inderdaad dat er keurig 0,2 komt. Goed, we gaan niet alleen natuurlijk naar A4 kopiëren, maar we gaan nu alles kopiëren naar beneden. Je ziet trouwens inderdaad dat de formule keurig klopt. Goed, ik selecteer het vakje A4, muisknop ingedrukt houden en naar beneden doen. En ach, hoeveel gaan we doen? We gaan even tot vakje 50 doen. Zo, tot vakje 50. Ik laat los. En je ziet inderdaad dat de tijd keurig iedere keer met 0,1 wordt opgehoogd. Zonder dat je veel moeite voor moet doen. 0,1, etc. Wat moet er in DX komen? Nou, even naar de tabel kijken. Wat gebeurt er met DX? Dat is de snelheid keer de stapgrootte. De snelheid keer de stapgrootte. Oké, ik zet er weer formule in het vakje. Dus een is. Dan de snelheid. Nou, wat is de snelheid? Kijk, dat is deze. Dat is de snelheid dus. Wat ik zo net heb gedaan. Dat is E2. Maal de stapgrootte. Maal DT. Dus ik klik daar weer op. Dat is natuurlijk H1. Maar let op. Die dt moet altijd zo blijven, dus daar zet ik weer een dollarteken voor. Dus dollarteken H, dollarteken 1. En mijn verplaatsing is 0,0981. Wat komt er in x? Nou, weer eventjes kijken wat de formule was. De formule was dat de plaats is de oude plaats plus de verplaatsing. Dat is wel te doen, lijkt mij. Ja, dus weer eerst een is-teken erin, want het is een formule. Dan de oude plaats, dat is wat er boven stond. Dat is dus C2 plus de verplaatsing. En de verplaatsing heb ik net berekend, 0,0981. Dus C2 plus B3 zijn allemaal dingen die mee veranderen, dus ik hoef er geen dollarteken voor te staan. DV, de snelheidsverandering. Even kijken wat de formule was.
Even kijken hoor, dv is a keer dt, dus versnelling keer dt. Dat is dus wel even belangrijk. Versnelling keer dt, oftewel, ja, is versnelling 9,81, dus daar klik ik op, maal dt. Ja, die hebben we eerder gehad, h1. Maar let op, het zijn beide dingen die altijd vaststaan. Dus in dit geval hier moet overal een dollarteken voor. Dus niet alleen voor de dt, maar ook voor de h, voor de versnelling. Die moet ook constant blijven. Dus overal zet je een dollarteken voor. Zodat Excel weet van ho, die mag ik niet veranderen. Ten slotte de snelheid. De formule lijkt een beetje op de plaats. Alleen in plaats van x staat er nu v. Dus de oude snelheid plus de snelheidsverandering. Weer even naar Excel. Ja, dus de formule wat is... oude snelheid, die staat erboven, plus de snelheidsverandering, en die staat ernaast. Je hoeft geen dollarteken meer te doen, alles gaat vooraan, en je ziet dus 1,962. Oké, ook dit ga ik nu allemaal weer veranderen. Oh, trouwens, je ziet inderdaad, ja, alle waarden die ik nu in Excel heb berekend, komen inderdaad overeen met wat ik zo net handmatig heb berekend. Goed, ik ga deze formules weer kopiëren. Ik selecteer alle formules in één keer. Ik ga daar staan, linkermuis en naar beneden trekken. En ik trek ze meteen door naar vakje 50. Zo, loslaten en alles staat keurig op een rijtje. Ja, je ziet... dat de kolom D altijd hetzelfde blijft. De snelheidsverandering blijft altijd gelijk. En als je naar stap 3 kijkt. Ja, stap 3 heb ik nog apart berekend. Dan zie je inderdaad dat de waarde van stap 3. Ja, dat is natuurlijk wel hier in rij 4. Rij 4 is stap 3. Ja, die is gelijk aan wat ik heb berekend. Kijk maar. Ja, stap 3. 0,1962, etcetera, etcetera. Kijk zelf maar even naar. Dat klopt allemaal als een bus. Wanneer raakt de bloempot de grond? Nou, dat is dus als de plaats 20 is. En je ziet dus inderdaad, kijk, hier is de plaats 18,6. En één stap verder is de plaats 20,6. Dus ergens tussen de 1,9 en de 2 seconden zal de bloempot de grond raken. Is dit nauwkeurig? Op dit moment nog niet super nauwkeurig, maar je kunt zelf bepalen hoe nauwkeurig moet zijn. Want kijk, ik ga de stapgrootte nu eenvoudig veranderen. Stel je voor, ik maak niet 0,1, maar ik maak 0,05. Ik verander daar, ik geef enter en meteen worden alle berekeningen opnieuw uitgevoerd. Dus je hoeft daar zelf niks voor te doen. Ja, ik scroll even naar beneden toe om te kijken van hey, wanneer wordt mijn plaats nu weer 20. En je ziet inderdaad dat ik nu zie dat bij 1,9 seconden is hij 19,1 meter en 1,95 seconden is hij boven de 20. Oftewel, hij zit daar tussenin. Je kunt trouwens ook natuurlijk hier de versnelling ook nog aanpassen, zodat je ook kunt checken van hey, wat zou er gebeuren als ik op de maan zit. En tot zover Excel. We gaan nog één ding laten zien wat je ook met Excel kunt. Namelijk, we hebben nu de tijd en de plaats en we gaan nu een XT-diagram maken. Let op, ik selecteer zowel kolom A als kolom C en dat kun je doen door, als je erop klikt, de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Dus dan kun je twee kolommen tegelijk doen. Je kiest voor invoegen en dan staan daar een aantal grafieken. Let op, kies hier altijd de grafiek spreiding en bij spreiding kies je die grafiek waar alleen punten worden afgedrukt. Dus niet een lijn of zoiets kiezen. Nee, alleen punten. En als je hiervoor kiest, dan wordt automatisch een prachtige grafiek gedaan. Je ziet inderdaad in de vorm van een parabool. Dat klopt ook.
En bij 20 meter is inderdaad, hè, in de buurt van de 2 seconden, kom prachtig voor elkaar. Ik maak hem iets groter, dan zul je ook zien dat er inderdaad echt afzonderlijke punten zijn. Die worden getekend. Ja, weer een klein beetje groter. Zo, allemaal afzonderlijke punten. En hoe kun je daar nu een keurige lijn door doen? Nou, je gaat op een punt staan, recht een muisknop indrukken. En dan kies je voor de optie trendlijn toevoegen. Trendlijn toevoegen. Als je deze kiest, dan kun je voor verschillende soorten lijnen kiezen. Sommige zijn wel beschikbaar, sommige niet beschikbaar. Is afhankelijk van het aantal meetpunten en het soort meetpunten. Als je denkt dat het een rechte lijn is, dan kies je voor lineair. Maar als je denkt van, hey jongens, ik weet niet precies. Ja, dan is het makkelijkst om polynoom te kiezen. Maar wat ik zeg, hè, soms dan denk je van, je kunt beter meteen een rechte lijn kiezen. Ik weet dat hij door de oorsprong gaat, dus snijpunt met de aya's instellen op 0,0, zodat ik weet dat hij duidelijk door de oorsprong gaat. Sluiten en je ziet inderdaad dat er een keurige lijn doorheen is gegaan. Keurig, zoveel mogelijk door alle punten heen. Het kan niet beter, zou ik zo zeggen. Doe er je voordeel mee. Tot zover. Je zult zien dat het boek het modelleren alleen in theorie aanpakt. Dus geen Excel. Wel wordt er gesproken over het programma Coach. Dit programma komt later dit jaar nog aan orde, maar voorlopig laten we het even links liggen. Althans, wat het modelleren betreft. Voor de opgave van deze paragraaf moet je niet de opgaven uit het boek nemen, maar de opgaven die zijn herschreven naar het gebruik van Excel. Je vindt deze opgaven bij de andere leermiddelen. Let op dat je voor het maken van opgaven dus wel Excel nodig hebt. Oftewel, mocht het een beetje lukken, neem dan een laptop mee naar school waar je de Excel kunt laten draaien. Natuurlijk kan ook een ander spreadsheet hetzelfde. Je zult dan wel een paar punten en commas anders moeten zetten, maar dat komt best goed. Tot zover.